Carolien van der Plas zoon, Raje, doorbreekt stilte in het YouTube programma stereotypisch over zijn crisis twee jaar geleden. Het verhaal onthult zijn worsteling met depressie, eenzaamheid tijdens de coronaperiode en zijn ervaringen in de GGZ-crisisopvang. In het openhartige gesprek zit Raje naast zijn moeder en broer Kyle en deelt hij hoe zijn mentale ineenstorting samenviel met het verlies van zijn baan en persoonlijke uitdagingen. Hij benadrukt ook de steun van zijn kleine sociale netwerk, Voornamelijk bestaande uit zijn moeder en broer. De video onthult ook dat Carolien van der Plas in een verhit debat in de Tweede Kamer sprak over de problemen bij de GGZ, waar haar zorgen over raaien een rol speelden. Raaien uit zijn ongenoeg over de publieke deling van zijn ervaringen en benadrukt de complexiteit van volwassen kinderen bij dergelijke uitdagingen.